Yo mensen, ik ben Jeroen. Oh mijn god, wat ziet dit er mooi uit. Wow. 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 Vandaag weer Crash Survival. Deel 44 als ik me niet vergis. En vandaag ben ik hier niet alleen. Weet je, dat van hey, ik kan wel alleen zijn, want het is zo forever alone. Dus ik heb een vriend uitgenodigd. Iemand die ik de laatste paar afleveringen best wel vaak heb opgenoemd. Degene die alles edit. Sommigen weten het al. Het is Jordi. Hallo. Hallo. Hallo, mannetje. Super tof. Zullen wij op de paarden naar het andere huis toe redden? Dat iedereen ook al ziet waar het ongeveer staat. Wat staat? Ik heb nog een... Je weet toch dat ik een tweede huisje heb? Dit is deze geteleporteerd naartoe. Maar we kunnen ook paarden pakken en naartoe rennen. Wat leuk. Daar heb ik voor mij alleen wel een probleem. Ik heb voor mij maar eentje met een zadel. Ja. Je hebt nog maar een zadel beneden, volgens mij. Heb ik beneden nog een zadel? Weet niet. Oh, dat is wel nice. Trouwens, doe even shaders uit. Uit none. Okay. Dan gaat het gelijk een stuk beter. Trouwens, voor degene die willen weten wat voor texture pack het is, dit heet Chroma Hills. En ik vind hem fucking sexy. En nou loopt het vast. Yes! Je hebt het echt op maximum gehad, jongen, echt. Maximum power! Maximum! Voor maximale video's. Sowieso. Oh jee, Minecraft reageert niet. Oh, moet ik eruit knippen? Ja, knip er maar uit. Oké, knip je, omdat YOLO texture pack een beetje raar of zo. I don't know, hij liep vast. Zie, zo ziet het in ieder geval uit zonder shaders. Een stukje minder mooi, vind ik al. En mijn feitje, ik heb nog geen shaders. Dus dat kan ik zo doen. Oh my god, het is zo... Zijn we weer terug? Ze dus zijn alweer terug, ja. Yay! Ja. Kijkertjes zijn er weer. Yay. Lieve kijkers. Dus wat wij gaan doen, Jordi, deze aflevering, is dit hier verlaten en terug op wat deze knop. En dan kom je als het goed is in een klein huisje uit. Ja. Ik hou hier wel van, hoor. Nee, gaat niet. Oh, daarbij. Ik kon je niet zien. Goed, wat we gaan doen is gaan dit afmaken. En hoe we dat gaan doen is we gaan slabs invullen. Of stairs. Dat is beter stairs, ja. En wat moet het voorstellen? Nou, dit wel... wordt een muur. Oh. Wacht, switch even terug naar default texture pack. Zo bedoel ik dan. Zo. Zo. Jordi kan weer eens knippen hier. Oké, wel leuk. Binnen 5 minuten 2 knipjes. Hoor. Yo, mensen, we zijn weer terug. Weet je, we hebben het texture pack gewisseld omdat YOLO. Dat zag er echt niet uit net. Nee. Nope. Goed. Is normaal. We gaan gewoon weer verder met deze faithful texture pack. Wat we gaan doen is wij pakken onze kobbelsteentjes. Ja. Die gaan we. Wat leuk. Ja. Die gaan wij smelten. In een doos. Oh my god, ga je met me mee? Waar naartoe? God. Ja, nou maar... Ik wil niet. Ik kan zien in de chat dat jij hebt geteleporteerd, hè. Ja, ik volg jou toch? Oh my god, stalker. Nee, dat zijn meer meisjes. Meisjes, wat? Wat, meisjes? Ik bedoel mensjes, maar ik verander naar meisjes. Ik weet niet waarom. Ik heb problemen. Dat merk ik. Moet jij zeggen, jij vroeg een probleem te hebben. Wow. Je bent een probleem. Wow. Wat wow? Weet ik niet. Is iemand dood? Misschien. Yay. Waarschijnlijk is er wel iemand dood gegaan tijdens deze video. Like deze video als je het zielig vindt. Nee. Dus dan kunnen wij samen dit... Nee, dit gaat niet werken, hè. Nee, dat werkt niet. Ik moet eigenlijk iedere video liken, omdat ieder moment wel iemand dood kan gaan, hallo. Hey, dat is leuk voor mij. Het is eigenlijk wel een feit, hè, dat iemand dood gaat. Ja, waar ben je? Van boven. Oh. Kom nu naar beneden toe. Ik ben nou in de slaapkamer. Ik ben nou in de woonkamer. Ik ben eerder bij de andere plek. Buiten. Ha, ik win. Ik ben er bij een andere plek. Probeer maar te slaan. Ja, maar ik kon je niet zien toen je er binnen stond. En dan loop je in de grond. Hacker!
Ik loop niet in de grond. Oh, nou niet meer. Net wel. Ja. Goed, Jordi, kom eens. Hey. Ja, laat me slaan. Hey, ik ga je niet slaan. Doe je altijd. Dat is niet waar. Dat is het echt leven, doe ik je dat. Ik aai je met mijn zwaard. Oké. Okay. Kom maar aan. Waar ben je dan? Ik zei toch dat ik er aankom. Oh, ben je weer aan het eten? Nee. Ja, je zegt toch dat je aankomt? Jongen. Dat is echt plat. Helemaal niet grappig als je het afvallen bent. Oh ja. Oh ja. Oh mijn god, ik hoor keihard regen. Waarschijnlijk hoor je me ook op de opname die regen. Jee. Yo. Ja, ik hoor zelf ook. Yolo. Het voelt echt alleen maar harder, man. Hier, ik aai je met mijn zwaard. Dit is geen aai, dat is dus een vermoordende pijn. Oh, oké, okay. Ik TP wel terug. Waarom kan ik niet omhoog doen? Slash TP. Jou naar mij. Sorry. Oh, dat is mijn zwaard, afblijven. Oh, geef het terug. Ik zie je niet, dan? Hè. Oh, jij hebt hem nu. Ja, maar ik zie jou niet. Pak je stuff even op, anders pak ik stop. En nou zie ik je weer. Hier, wacht, ik heb een cadeautje voor je. Dat. Gewoon al je rommel. Dat. Je hebt gewoon al je rommel, hè? Ja, ik zie dat. Nee, die aardappels zijn geen rommel. Dat is gewoon om jou aan leven te houden. Ik pak weer een rotzooi van jou op. Hier, pak het op. Pak dit op. Anders ga ik je weer knuffelen. Oké. We moeten eigenlijk wel iets aanbidden, hè? Ja, ik moet nog iets maken. Het machtige deurstapel. Iets. Nou is hij dood. Nee, hij heeft gewoon. Ik vermoord hem. Hoho. Badass. Nee, wat ik ga doen is, ik ga... we gaan dit doen. Kijk, zie je dit hier? Met die strappetjes hier langs. Je loopt een... Ik zie het. Wow, wacht. Pas op. Ik wil hem vangen. Een priester. Ik wil hem vangen. Helaas heb ik geen zwaard. Niet slaan. We gaan hem vangen. Tik hem in het gat. Oké. Ja, en... Oeps. Oh. Nee. Kom erin. Kut, nou is hij dood. Ja. Oh, er zit er nog één. Nee, wacht. Ik wil een... Villager zombie. Zeg dat als je nog zo'n villager zombie ziet, dan lok hem erin. Nee, ik zie hem niet. Oh, sorry. Godverdomme. Ik zie hem zo zachtjes. Maar moet... Sla je roen. Hey. Ah. Zo. Nee, als we een villager zombie zien, dan gooi je hem in dit gat. Oké. Okay. Want die kunnen we dan, als we melk geven, tot een villager terugbrengen. En dan kunnen we een villager farm maken. Nee, dus over nagedacht. Ik heb trouwens bij mijn eerste huis ook nog gewoon een normale village staan. Waar ik een creeper, wat twee. Ze lopen helemaal dreigend op me af. Oh man, ik heb zo'n hekel aan die dingen. Ga weg! Nee, daar zijn ze! Ontploffing. Oh, nog een zombie? Oh, wat leuk. Jeroen. Ja? Ik heb een parade voor jou. Oh, hoeveel zombies? Zoveel. Waar ben je? Oh. Ik vind het wel leuk. Zodat ze niet ontploft bij de muren, hè? Dat is de bedoeling. Kom hier, hoor. Ja, ik heb liever mijn muur nog heel. Dit klopt trouwens niet dat ik hier heb gebouwd. Wow! Jordi? Ik vermoord hem. Godverdomme, nou is deze paal kapot. Ik ben best voor alles. Of niet? Maar deze muur die klopt helemaal niet, zie ik nu pas. Lekker handig. Dan kijk je hier tussenin. Moet hij nog eentje die kant op gaan. Ah. Kijk, maar hier staat hij wel goed. Enderman, waarom is die Enderman boos op mij, Jordi? Ik weet niet, kijk, Konk in zijn ogen. Ik heb helemaal nergens een Enderman gezien.
Ik ook niet, daarom vroeg ik zo apart ook een beetje je hoorde. Waarom oh, groep je ook terug, hoer. Eigenlijk moet je gewoon een waterplek hebben, dus daar vallen ze niet aan. Echt waar? Ja, ze kunnen niet tegen water. Ah, oh, nou ik heb ineens een enderpearl, godverdomme. Lekkerbezig.nl Jordi, ik ga je knuffelen. Dit is niet knuffelen! Hoe moet het dan? Met je armen. Oh, oh. En, iets, en ik moet geen oe zeggen of gewoon pijn hebben of rood worden, ik moet gewoon... Kom. Nee, jij gaat mij slaan. Nee, ik heb mijn zwaard toch weggedaan. Ja, maar gaan we jou slaan. Niet. Ik heb mijn bitch clap, ik weet dat wel. Niet. Dan niet, hè. Kom maar terug. Ik hoor schapen, we zijn er ook hier. Wat een leuke plek. Ik vind het wel een leuk bos, dit. Lekker groot. Daar ben ik hier gaan wonen. Heb ik die NMN al aangekeken? Nee, hij is nog vrolijk. Is hij nog vrolijk? Ja, hartstikke vrolijk. Ik ben benieuwd vrolijk hebben. Oh, jij bitch of a son. Denk je dat ik dit accepteer? Auw, niet doen. Oké, sorry. Hier, ik maak het goed met de knuffel. Oh. Dat is een slaan. Sorry. Dat is gewoon tegen me aanstaan, gast. Sorry. Tegen me aanstaan. High five. Nee, dat is geen high five. Low five. Dat is ook geen low five. Midden 5. Dat is slaan. Ah. Dat is slaan. Oh. Nee, even serieus. Nee, niet aai met je zwaard of iets. Oh. Dat is slaan. Hoeveel leven heb je nog? 2 achtjes. Nee, eet dan even wat. Goed, jij ziet dit hier, ja? Komt als een mini, komt als een mini zombie achter je aan. Ik sla hem wel. Ik weet het. Ik sla hem wel even dood. En een skeleton, of course, nice. Hoe kom je aan een zwaard? Gemaakt. Sowieso gestolen uit een kist. Ja. Je kent het niet goed. Maar jammer. Vanmorgen. Verdomme. Ja, maar oh kut, ik sta in de fik. Ik ga dood. Ja. Nee, toch niet? Nice. Ik ook. Ik sta ook in de fik. Oh, nee. Goed, nou die Enderman die kunnen wel even mee gaan rondturpen, heb ik een beetje scheid aan. Hier krijg jij van mij een half stack stairs. Wat leuk. Wat moet ik ermee doen? Nou, je ziet hier dit zo. Dit randje. Dit randje, ja. Dit moet helemaal doorgetrokken worden langs de hele onderkant. De hoekjes kan je even overslaan. En dan begin je gewoon weer bij deze. Jordi, kom eens hier. Henk, wie, wat? Okay. Heb je deze hier nou neergezet? Ja. Deze moet hier niet. Wat moet hij dan? Ja, dit is er hoekjes overslaan. Hier staat eentje heel random zo. Hier moet je hem volgen. En dan gaat er zo een hoekje omheen. Nee, om de lamp heen. Om de lamp heen? Ja. Zo. Snap je? Ik snap hem. En dan hier bij de hoek weer stoppen. Want ik zet wel begin en eind dingetjes neer. Trouwens, dit kan jij wel zo, een binnenste hoekje. Dat is niet moeilijk. De buitenste hoek moet ik nog iets het design even overnemen. Ja? Lukt jou dit? Ja, dat lukt mij. Zeker weten? Ja. Mooi. Nog iets leuks vertellen voor de kijkers? Jordi is uit de kast gekomen. Dus, grijp je kans! Wat? Wat praat je over? Apen. Oh. Jordi is mijn huischimpansee. Dat is niet waar. Hoe weet jij dat? Omdat ik de aap ben. Oh jezus, wordt gebeld. Even die creep, alsjeblieft, dat die creep niet ontploft, hé. Oh fuck. Godverdomme, Jordi. Ik maak het wel heel voor jou. In ieder geval, bedankt voor het kijken, vond je dit leuk? Hopelijk vind je Jordi een idioot, omdat hij hier mijn land kapot maakt. Ik maak helemaal niks kapot. Nee, mag niet. Doe jezelf. Dat was een creeper. Als hij dit blok had opgeblazen, waren wij fucked, hé. Ja. Beter doe je dat niet, oké? Dankjewel. Ja. In ieder geval blijf kijken. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu... Laat het!